Kun je je voorstellen dat die Russen hier dus overheen zijn gevlogen, echt in de middle of nowhere waar deze shelter ligt, daar een bom op hebben gegooid en vervolgens hebben ze deze hele weg, en dat is echt een end vanaf de hoofdweg, dit zandweggetje overgereden om hier bij deze shelter te komen waar ze hebben huisgehouden. Nou, daar lusten de honden geen brood van. Het is afschuwelijk. De Russen hebben deze shelter bezet. En het verblijf van de katten is in brand gevlogen en er zijn 500 katten overleden. Nou, op dit moment zitten er nog 250 honden en 500 katten. En ze zijn bezig om vanuit het oosten van het land, dus het gebied waar nu de oorlog woedt, om daar katten uit te halen en dan hier weer op te vangen. Maar wat hebben deze mensen meegemaakt? Ik heb echt beelden gezien. Zo ongelooflijk afschuwelijk. En we gaan de oprichters hier zo ontmoeten. We zijn er dus weggelopen waar de gaten in het hout zitten. Maar wat echt gewoon zo triest om te zien is dat als zij die gaten aanraakt, dat onze nieuwe vriend, die de hele tijd achter ons aanloopt, die gaat meteen weg. Die heeft dus echt angst. Als je dat ziet, ongelooflijk. Nou, die hokken hier achter mij, die zijn eigenlijk allemaal stuk gemaakt door de Russen. En ik heb zo'n bewondering voor de mensen die hier gewoon nu doorbouwen en niet zeggen van nou, ik stop ermee. Nee, ze zijn dus nieuwe hokken aan het bouwen. Niet alleen voor de honden die ze nu hier hebben, maar ook voor de honden en katten die ze opvangen uit oorlogsgebied. Oké, nou, ik sta hier dus gewoon zo emotioneel als pest te wezen. Want dit verhaal raakt mij gewoon. Ik vind het zo verdrietig. Ik kan er eigenlijk wel om janken. Maar dus. Ik vind het ook wel weer heel bijzonder dat ondanks alles dat ze hier dus gewoon nog zijn en dat ze hier blijven doorgaan en weer opbouwen en nou, gewoon de hele kattenverblijf verbrand. Wat een veerkracht. Ja, oké, maar wat doen we? Dus ze hebben in ieder geval voor de poezen verwarming nodig. Heb jij gevraagd wat dat kost? Ja, 7000 euro. Wat vinden jullie? Ik vind dat we gewoon moeten Ik vind doen. Dat we het moeten doen. Doen? Doen? Ja. Oké. 7000. Kijken of ik dan nog zonder tranen kan vertellen. Oké, go for it. Laten we dat gewoon doen. Ja, waar zijn ze? So we are really emotional about what is happening here and what these two wonderful people are doing here. And we really want to give a donation to make sure that the cats will be warm this winter. So we want to donate 7,000 euros. Karen's House of Animals каже, що вони емоційно дуже прийнялися всім тим, що тут сталося, і тією роботою, яку ви робите. І тому вони просто зараз хочуть зробити донат на ваш притулок в розмірі 7000 євро, щоб ваші котики були в теплі цієї зими. Oké, en ik sta hier nog emotioneler te wezen, maar echt serieus. Ik wil iedereen die gedoneerd heeft aan ons bedanken, want jullie maken het mogelijk dat wij deze mensen die zo hard werken, zo hun best doen en zo'n ellende hebben meegemaakt en maar doorgaan, dat wij die kunnen steunen. Dankzij jullie dus echt super bedankt.